Tja, u weet wie dit gedaan heeft. Maar zie maar eens via het 0900-nummer van de politie de juiste agent aan de telefoon te krijgen. Een afspraak maken en naar het bureau komen, ja, daar heeft niet iedereen zin in. In een deel van de regio hoeft dat vanaf vandaag niet meer. Wijkagenten lopen daar rond met smartphones, met Skype erop. Nou, het is eigenlijk gewoon videobellen. Met één druk op de knop kan je direct contact krijgen met de wijkagent, als die er ook is natuurlijk, want ze werken niet altijd. En daar waar je normaal een afspraak moet maken met een politieman of een wijkagent en je naar het bureau moet gaan, kan je nu vanuit thuis, achter je eigen computer, kan je met één druk op de knop, heb je contact via, via het beeld, via de computer. Het werkt heel simpel. Typ op de computer bij het videobelprogramma Skype op wijkagent. Gevolgd door een spatie met uw wijk. En voilà, u kunt de buurtagent direct bellen. Ik weet dat Martin ook buiten is. Dus ik heb gezien dat hij ook beschikbaar is. Dus kijk, met één druk op de knop. Dan druk ik op videogesprek. En dan gaat hij inbellen. En zie je nu mezelf ook op het scherm. Goedemorgen, met Martin van der Heijden, de wijkagent Schiebroek. Nou, we hopen op deze manier te voorzien in een behoefte bij de burger. Nog ruimere mogelijkheden om in contact te komen met die wijkagent. Er zijn nieuwe technieken en ook wij blijven niet stilstaan. Een afspraak maken om te bellen is niet nodig. De agent hoeft alleen maar online te zijn op Skype. Het kan gaan om persoonlijke problemen, om problemen met de buren, om gevoelens op het gebied van veiligheid. Of een verkeerszaken, noem het hele scala maar op. Zo simpel is het.